Hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Met mij gaat het volgens de overheid niet goed. Ik dreig te sterven. Maar gelukkig hebben ze mij een brief gestuurd. En daarin kondigt de overheid aan dat ik gecoördineerd kan worden. U kunt uzelf laten coördineren. To be cowed or not to be cowed. Ja. Vaccin, dat komt van vache. La vache qui rit. In deze envelop zit uw uitnodiging voor uw corona-koeionering. Ja, natuurlijk, joh. Nee, ik heb altijd gewild om gekoeioneerd te worden. Om gelijk de koe te zijn. Ik ben ook voor koeien, hoor. Ik ben niet tegen koeien. Je moet niet zeggen, ja, Perry is anti-vas. Is tegen koeien. Nee, ik ben voor koeien. La vache qui rit en die stierengevechten in Spanje. Mijn punt is, die stier, die is wel lekker. In stukjes gesneden. Dus ja, je kan een stier naar de slager laten gaan. En dan wordt hij heelal geslacht. Of je laat die stier nog even een beetje plezier hebben. Ja, dat is allebei leuk. Hè? Ik ben niet anti-koe. Ik ben niet anti-vas. Ik vind dit geldverspilling. Dit levert CO2. En op een. Ik ben ook pro-CO2. Ik ben ook niet anti-CO2. Wat ben jij gek? Maar dit is overbodig, CO2. Hier zitten we niet op te wachten. In deze envelop zit de uitnodiging voor uw koeienering. Ja, dat is mooi. Met zo'n zegel erop en dat is dan de Rijksoverheid. En dat zit erin. 3 A4. Dubbelzijdig bedrukt. Dus 6 A4. En het begint met vragenlijst over uw gezondheid. Het antwoord is ja. Nou, klaar. Dus afgelopen dan. Hè? Nou, dat is wel eventjes lekker leuk. We hebben een envelop. En dat is de vragenlijst over uw gezondheid. Nou, mijn gezondheid is ja. Ja, de rest laat ja, dan. Ik kan het toch ophouden? Nou, maar dus, willen ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onderwijl zit ik een soepje te slurpen. Dat is namelijk voor mijn gezondheid. Er zit ontzettend veel rawietsambal in. Oké, dat is de vragenlijst. Er zijn 15 vragen. Ja, lekkere vragen. De ga ik dus dadelijk helemaal geil mee maken. Het zijn ongelofelijke transgender vragen. Nou, de openingsbrief. Onderwerp. Een herinnering voor uw corona-koeionering. Ik kan me niet herinneren dat ik eerder ben gevraagd. Of is dat wel zo? Hé, hey, verdorie, dat is wel zo. Dit is de tweede. Ja. Men maakt zich ernstige zorgen over mijn gezondheid. Beste heer Winkel.
Ja, ik zou zeggen... Nou, maar het is de aanhef van een brief. Daar kan je uren over. Maar als we hiermee beginnen, dan horen ze te zeggen... De weledelgestrenge. Want dat is mijn titel. Want ik ben landbouwkundig ingenieur. Dus, beste weledelgestrenge heer Winkel. Dus ze beginnen me gelijk al te beledigen. Maar dat maakt niet uit. Ja, als ik ook nog ga lopen zeiken, dan is helemaal de hele boel voor mij. Hè? Dus, Deze brief is voor mensen die nog geen koeienering tegen corona hebben gehad. Oké, dat is mooi. Bent u al gekoeieneerd? Nee. Of heeft u al een afspraak voor een koeienering gemaakt? Dus een vaccinatie, levashkirie, weet je, dat is de koe die iedereen uitlacht. Heeft u al een koeienering gemaakt, dan mag u deze brief weggooien. Nou, ik heb geen koeienering gedaan, ik heb ook geen afspraak, dus ik heb geen recht om deze brief weg te gooien. Wat denken ze nou? Ik heb het recht om elke brief weg te gooien. Laten we even juridisch gaan tolken. Scherp soepie, man. Daar hou ik van, hè, een scherp soepie. Indien u nog geen koeienering heeft gehad, kunt u een afspraak maken voor een koeienering met het Pfizer of Moderna koeienering. U krijgt de koeienering bij de GGD. In deze brief leest u hoe makkelijk een afspraak... In deze brief leest u hoe u gemakkelijk een afspraak kunt maken. U kiest zelf of u de koeienering wilt. Het is gratis. Ja, neuk in me achteraan is ook, hè? Behalve dat je een klap in je bek krijgt. Dit is onze overheid. Die ons wil... Levashkiri. De koeien weten alles beter. De mensen moeten gekoeieneerd worden. Maak uw afspraak online. Heb je een QR-code? Ja, precies. Is bellen de enige mogelijkheid voor... vragen over uw gezondheid. Waar krijgt u de koeienering? Hoeveel koeieneringen? Nou, dan staat hier, hoeveel koeieneringen? Hoe vaak moet je gekoeieneerd worden? Dus gevaccineerd, want anders ga je dood namelijk. Of je maakt andere mensen dood. Hey, als jij niet gekoeieneerd wordt, als jij niet ingespoten wordt met die pus van die koeienpokken. Je moet dat koeien... Ja, tegenwoordig werkt dat veel beter, want dat werkt met mRNA. Dus niet meer van die koeien. Maar het is van de historie dat je dan zegt, oh, je bent gekoeieneerd. Dan ben je ingespoten met rotzooi van een zieke koe. Maar tegenwoordig is het niet meer van een zieke koe. Maar het heet nog steeds koeienering. En dan met mRNA. Jeetje, wat een scherp soepje zeg. Oh. Hoeveel koeieneringen? U krijgt 2 prikken. Als u de afspraak maakt, krijgt u direct een afspraak voor de eerste en de tweede koeienering. Bent u eerder positief getest op corona?
dan heeft u maar één koeienering nodig. Echt waar? Nee, maar dat is leuk. Kijk, je kan niet testen op corona. Dat kan dus niet. Je hebt die PCR-meuk. Het is geen test op corona. Ja, je wel een heep soepje, zeg. Ik neem nog even maar een hapje. Want ja, ik ga dus niet... ik ben meer van de orale bevrediging. Een genezingswijze. Want dit is dan de... Dat is ook nog heel erg heet. Nou, nu komt die Parmezaanse kaas. Ik kom echt naar binnen. Dat is wel zo heet, man. Echt een beetje blazen. Maar ik ben er van de orale inname. Niet injectaal. Roken. Ja, dat is nu ook goed. Doe ik ook. Maar je bent positief getest op corona. En dan heb je maar één vaccinatie, één koeienering. Le Vaspiri, de blije koe. De lachende koe. Ja, oké. Maar je kan niet. Je hebt een positieve PCR. Maar je hebt ook de zelfhulptest en test je buren binnen 13 seconden. Zo. Maar dan ben je al, hoef je maar één keer. Ja, ik begrijp alles. Het vervelende is, ik heb af en toe honger en dan wil ik wat eten. Ik denk van ja, smakken die smak en vooral die Parmezaanse. Ja, weet je, ik heb dus een pannetje en dat maak ik eeuwige soep. Ik weet niet of je dat kent, maar. Zo'n pannetje gaat nooit in afval. Daar blijf je maar in koken. Eeuwige soep heet dat. En dat is heel eco. Dat scheelt afwasmiddel. En ook vrij eenvoudig te consumeren. Dat is gewoon een kommetje. En, ja, wat doe je erin? Ja, ik heb er dus voor gekozen. Om de... Ja, dat was Parmezaanse kaas in een plastic zakje. Dat was heel goedkoop. Dan kijk eens naar het prijsje. En ik vind die smaak van Parmezaanse kaas, die vind ik wel wat waard. Ik vond het een goede koop. En ik heb net dus dat laatste stuk van die Parmezaanse kaas, dus helemaal gemalen, zo, in een kom gedaan. En daarbovenop eeuwige soep. En een kwakken van die rabietsambal erin. En ook nog verkensvlees. Nou, voor op deze manier blijf ik wel in leven. Daar ben ik heilig van overtuigd. Sterker nog, op deze manier blijft iedereen in leven.
Belangrijk voor de afspraak. Draag een mondkapje. Anderhalve meter afstand is bij het prikken niet mogelijk. Waarom eigenlijk niet? Begrijp ik niet, hoor. Je kan toch ergens een ding hebben, dan ga je met je schouder tegenaan en dan drukt iemand op een knopje en dan poink en een tjiek en dan ben je gecoördineerd. Dat kan toch op anderhalve meter afstand? Ze hebben geen computers bij de overheid. Nee, geen microcontrollers. En... Nee, Perrie, kijk, dat soort dingen, van dat je dat allemaal kan verzinnen. En dat het automatisch gaat op anderhalve meter afstand. Ja, dat soort wijsheden, die zijn uitsluitend voor het volk. En het volk is namelijk te stom om zelf na te denken. En daarom weten ze dat soort dingen. Ik ben niet boos. Ik ben geen vliegtuig. Ik ben knettergek. Volgens mij. Ja. Wat staat hier? Oh, zo meer. Mogelijk, man. Die openingsbrief. Er staat, kom het liefst alleen. Lalala. Meer informatie. De registratie van uw vaccinatie. Heeft u al een vaccinatie gehad en toestemming gegeven aan de GGD of uw arts voor de registratie van uw vaccinatie bij het RIVM? Het kan enige tijd duren voordat uw vaccinatie geregistreerd is. Ja. Staat uw registratie niet vermeld? Neem dan contact op met de zorgverlener van wie u de coördinering heeft gekregen. Ja, mijn punt is, ik doe hier helemaal niet aan mee. Ik zit het een beetje op te lezen. En ook nog een vraag, bent u zwanger? Ja, dat is vanwege die transgenderwet. Hoe die klojo's, die weten wel degelijk dat ik een man ben. En dat ik niet zwanger kan worden. Maar toch krijg ik eventjes, bent u zwanger? Ja, doe het er maar bij. Voor hetzelfde geld, hè. Dus Perry, die heeft zich laten ombouwen tot een vrouw. En net als Arnold Zwarte Neger. Dat hij dan toch een kind kon krijgen. Nou, het kan niet dat Perry zwanger is. Nou, bent u zwanger? Nou, laten we zeggen ja. Dus als ik zwanger ben, dan staat er... Dan kunt u zich laten coördineren tegen corona met het Pfizer of Moderna coördineringsgebeuren. Dus niet met Janssen en Janssen. Als u zwanger bent... Heeft u meer kans om ernstig ziek te worden? Als u corona krijgt. Dat laatste is helemaal niet waar. Bewijs dit eens. Ja, maar Perry,
De overheid heeft vrijheden nodig die burgers niet gegeven zijn. Ja, waaronder de vrijheid tot liegen dus. Het is mogelijk. Bent u positief getest op corona in de 8 weken voor uw vaccinatieafspraak? Heeft u koorts van 38 graden of hoger op de dag van de vaccinatie? Heeft u op de dag van de vaccinatie klachten die je kunt hebben als je corona hebt? Voorbeelden: neusverkoudheid, hoesten, moeite met ademen, verhoging of koorts, slecht kunnen ruiken of proeven. Er zijn maar 3 vragen. En dan 4. Zit u op de dag van de vaccinatie, de koeienering, in quarantaine door corona? Bent u zwanger? Indien zwanger, ook dan kunt u gevaccineerd worden. U krijgt een mRNA-vaccin. Ja, holy shit the lord. Jij dacht dat ik zei shit the lord of zo. Zes the lord. Ja, je moet het samen willen. Friedrich Nietzsche heeft gezegd: dat risico's nemen een doel is. Als je geen risico's neemt, dan hou me op. Er wordt helemaal niks. Nou, de leugen. Een geweldige mogelijkheid om risico's te nemen. Laat je lekkere mRNA. Ja, deelnemen aan het grotere geheel. Waarschijnlijk wordt het helemaal niks, maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. De meeste dingen die geprobeerd zijn, ja, dit werd helemaal niks. Of het werd wat anders. Maar dat betekent niet dat je het niet moet willen. Dus ga lekker mRNA, als jij dat wil, jongen. Was in 2010 is er een mooie documentaire op tv gekomen. Het was de ultieme doping. Ja, doping via genetische modificatie. Dat kan je niet detecteren. Dat is mRNA. Tenminste, dat denken die mensen dat er is. Voor jou en mij is mRNA rotzooi. Maar als jij rotzooi in je aderen wil en je denkt... Zij gelooft in mij. Zij ziet een toekomst voor ons allebei. Weet je, de André Hazes kant uitgaan en dan achteraf lopen zeuren van... Je denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent... Ja, als je die André Hazes razende woede wil, dan doe je dit. Go get vaccinated. En go to hell. Op een leuke manier. Jij atheïst. Ja, je moet het zelf weten, hoor. Ik kan nog de...
ja, in principe dit afval. Ja, ik ben buurtconciërge. Het kost me wel werk. Dat is mijn punt. Daar wil ik wel een vergoeding voor. Ik heb die brief moeten lezen. En ook die brief weg moeten gooien. En het algemene nut. Ik denk, dat is 7,50. Dan zijn we overal vanaf. 7,50 op mijn bankrekening. Dan lullen we nergens meer over. Dan gooi ik die brief netjes weg. Heb ik netjes nog een uitzending gemaakt voor jullie. Van de uitnodiging voor de koeienering. En 7,50. Ja. Van de overheid, niet van jullie, AUB. Hier is de beste gozer die mij gaat doneren. Die schop ik onder zijn riet. Het laatste wat ik nodig heb is geld. Ja. Het meeste wat ik nodig heb is mijn besef. Dat ik het meeste hou van jullie met z'n allen. Samen. De soepzooi die mensheid heeft. De soepzooi die was, de soepzooi die is en de soepzooi die waarschijnlijk nog een tijdje gaat blijven bestaan. En ik ga netjes die brieven bij het restafval doen. En daar laten we er verder over ophouden. En behalve dan die opmerking, dat is ook een leugen. Bent u zwanger? Dan kunt u zich laten vaccineren tegen corona met Pfizer of Moderna vaccin. Als u zwanger bent, heeft u meer kans om ernstig ziek te worden als u corona krijgt. En er staat hier: het vaccin is veilig voor u en uw ongeboren kind. Dat is niet waar. En daar komt narigheid van. Ja, het punt is, we staan allemaal onder contract. En niet bij Randstad of Rijnstad of Waalstad. Allemaal onder contract. Dat is het punt. En als jij het niet goed doet, dan mag je het overnieuw doen. Net zolang tot je het geleerd hebt. Ja, dan strof je. En oh, het is 12:30, het is tijd om naar de Adolf Hitler te gaan. Ja. En wat bier te gaan halen. En te denken wat ik ga doen met de rest van mijn eerste werkdag. De zondag. En jullie lekkere klojo's en klojodinnen, waarvan ik nu al weet dat ik heel graag wil komen barbecuen. En waarvan ik nu al weet dat jullie ook erg benieuwd zijn hoe een barbecue smaakt bij Perry. Ja? Het heet intercommunaliteit. Dus uitwisselbaarheidsvermogensattitude. En dan moet ik even, ik wil niet zeuren, maar ik lust geen spruitjes. Of witlof. Of broccoli. Maar de laatste kan dan weer wel. Maar nou, dat zijn probleemgebieden voor mij. Maar wortelen, uien, aardappelen, varkenspootjes,
koeien, bekjes, varkensuur, tamabismen, pauwenstaart, kikkerbillen. Oh, lekker jongen. En tot de volgende, hè, schattenmaten.